Deze is amazing voor Instagram foto's, alles. In het echt is hij iets meer, zie je? Iets zilverder. Ah. Ja, natuurlijk zo cool dit. Hé, hey, kijk die highlighter. Oh. Kijk, hier lopen mijn vrienden. Ik loop mijn bijdrage vanuit Amsterdam. Ik moet echt huilen gewoon. Ik tril helemaal. Mijn hart. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Het is zo moeilijk omdat ik het niet wil dat het verkeerd overkomt. Hallo. Hallo. Nee. Eww, maar daar moet hij echt mee naar de dokter. Ja. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb ontdekt dat maandag gewoon mijn standaard mijn vermoeidste dag is. Ik dacht altijd van ja, woensdag of zo, weet je, dan heb je 3 dagen werk en ben je moe. Maar het is natuurlijk de overgang van weekend naar weer werken. Dus elke maandag zie je mij vol met wallen beginnen. Ik heb wel redelijk geslapen. Ik heb gezond eten mee. En sorry. Het is een bijzondere week. Ik weet niet of ik daar dus nu al wat over vertel. Drukke week. Vanaf woensdag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Dit is trouwens wat ik mee heb. Ik heb de bakjes openstaan. Want dit ging vorige keer zo stinken. Ik heb nog niets ontbeten. Alleen koffie. Maar ik heb niet zo honger. Dit. Kiwi en een banaantje. En olijven. En dan heb ik een maaltijd salade zalm. Maar daar haal ik de pasta dan uit. Hallo jongens. Ik ben thuis en ik ben al een tijdje thuis. Laat even deze trui zien die ik nog bij de Monkey heb besteld. Want er was dus... 1 dag nadat ik besteld was er korting. En dit is een chenille trui. Ik weet niet wat die kostte. Maar super chill in het zwart. En hij is niet heel dik. Hij is best wel dun. Deze wil ik gewoon heel erg graag hebben. Het is niet echt boeiend. Maar het zit zo lekker. En het staat ook sowieso altijd wel leuk. Dus deze. Deze vond ik echt geweldig. En hij was er ook nog in een lichtere kleur. Maar die was er nog niet. Of was even op. Maar hier zit dus wol in, voel ik. En hier kan ik dus niet tegen. Dit is te jeukerig. Maar deze is amazing. Voor Instagram foto's en alles. Deze is 30 en die vorige was ook 30. En ik vind deze echt veel bijzonderder. En deze kan je echt super leuk combineren. Eigenlijk vind ik hem net een beetje te groot. Ik heb hem even geen BH aan. Hij prikt minimaal, maar ik kan hem niet tegen. Dus. En dit is dezelfde als de zwarte. Ik vind hem zo best wel leuk. Kijk, dit is echt wel een kuikentjeskleur. Hij is ietsjes verder dan die lijkt op beeld. En samen met de stof vind ik hem vrij heftig. En waar draag je het op zwart? Ja, dat is het leuk. Ik vind dat nooit zo leuk, zwart met geel. In de zomer is het sowieso geweldig, maar ik zelfs toch een beetje groot, merk ik bij Monkey. Ik wil dit. Ik hou zo van zachte stofjes. In de andere zat trouwens mohair en geen wol, maar het kriebelde echt erg. Oh jongens, ik vind dit zo leuk. Maar als het zo lekker zit, wil je het gewoon thuis aan. Het is wel lekker om je een beetje een zomervibe te geven in de winter. Ik had de broek toch nog even een maandje kleiner besteld. En dan zit het dus inderdaad van bovengroep, maar... Je ziet echt niks. Maar bij de benen blijft het dat het gewoon, ik er meer van hou als het iets strakker zit. Ik vind het toch wel heel leuk om een keer een ander soort broek te hebben. Met een ribstofje. Het zit wel lekker. Ik had die jumpsuit met alleen maar glitters nog een keer besteld. Want ik dacht, nu ik toch aan het bestellen ben en toch ga retouren. Ik vond het gewoon, mijn ketting zit in de knoop. Vreemd dat hij zo strak zat vergeleken met de rest. En het klopt, er zat gewoon een foutje in die. Want deze zit veel wijder bij mijn buik. En ik wil deze wel gewoon houden, omdat ik deze toch wel heel gaaf vind. Hier in de spiegel vind ik hem wel heel tof. In het echt is hij iets meer, zie je? Iets zilverder. Iets meer see-through, zie je? Dus hier lekker wel buikje, maar ook ruimte. Ja. Deze ook behouden is gewoon te gaaf om te hebben. Ik heb nog wel een beetje die buikstruggle, maar alsnog. Ik denk, maar ja, zou ik hem dan alleen aan als mijn buik minder is? En is hij dan niet te groot? Weet je wel, ik zei dat die band was inderdaad te groot. Dan toch een maat kleiner misschien. Lastig. Je moet iets alleen houden als je het meteen aan gaat doen, vind ik. Maar dit is zo gaaf. Maar ik vind hem wel in de camera mooier dan in het echt. Wow, gaaf. Ja, dat is wel heel gaaf. En deze vind ik toch mooier bij mezelf staan. En Ruud vindt het dus ook, maar je ziet dat dus niet goed in beeld. Misschien toch door die lijnen naar beneden. Maar ik vind het stom, want ik vind deze echt leuker. Deze is zo gaaf, maar misschien vind ik hem iets te heftig voor mezelf. Oh ja, overmorgen komt 2 weken nog online met deze dingen erin. Dus ik ben benieuwd wat jullie dan gezegd hebben. Ja. Maar het blijft. Moet die een maatje kleiner, want... Lastig jongens, die vorige doos staat nog steeds in mijn huis. En ik wil hem wel gewoon terugsturen nu. Hey jongens, goedemorgen. Mijn kinderen zijn in haar gym. Ik heb toch deze trui gehouden. Toch wel heel chill. Ik was even bezig met... cadeautjes, want
omdat Sinterklaas alleen voor de kinderen op school komt, geven de collega's elkaar een cadeautje. Ik heb echt super erg uitslag en puistjes. Mijn collega gaat nu naar de gym. Ik ga ze zo 5 minuten ophalen. Ik ga even bij haar dit neerleggen. Zij is echt mijn hele lieve collega. En ik ben echt heel blij dat zij mijn vier duo zeg maar is dit jaar. Ze had nog geen cadeautje gekregen. Dit is werkelijk maandag en dinsdag. Dus ik dacht, ze wilde wel een cadeautje. Ik dacht, ik ga er ook een cadeautje geven. Dus ik had haar niet als loodje. Dus ik heb een hele mooie trui van Chiquelle die voor mij klein is. Maar zij is wel heel slank, maar dan staat hij bij haar heel leuk oversized. En dat leuke setje van de Action, want zij is gek op chocomel. Dus met marshmallows en candy canes. En een Van Comme Moi, dit kaartje. En ik heb net in het postvakje van degene die ik getrokken heb, ook een hele leuke collega, heb ik net ook 2 cadeautjes zo ingepakt gelegd. En een gedicht erbij. Superleuk gedicht, vind ik zelf. Dus leuk. En ik ga dit nu op haar bureau leggen, want ze zei net vanochtend, kijk, ik heb iets gekregen. En nu komt ze straks na de gym even alleen in de klas en dan ligt er weer wat. Dat vind ik echt leuk. Ik had trouwens gisteren mijn cadeautje gekregen. Echt super schattig, maar wel een leuk gedicht erbij. Van de Wereldwinkel. Deze kerstengel. Voor in de boom. En hierin zit een gelukspoppetje. Ik heb net even dit bereid op mijn werk. Jongens, we hebben een meegeleiding scrunchies binnen. Eindelijk weer, superleuk. Het was echt vechten. Want ongeveer 5 minuten later waren ze allemaal op. En toen ik ging bestellen, was ik bezig. En tijdens mijn bestelling kreeg ik al een melding. Roze zijn op, die zijn op, die zijn op. Dus dit waren echt de enige die ik nog kon bemachtigen. Gelukkig ook de leopards. En deze hebben we dus nieuw. En ik vind het zo tof. Het voelt heel luxe. Het is dus een pasjeshouder. Je kan natuurlijk ook wel een paar andere dingetjes doen. In principe voor 3 pasjes stond er, maar er passen wel wat meer pasjes in. Je hebt dus voor 3 pasjes een vakje en wat geld. Maar het voelt echt lekker aan. Echt super cute. Echt heel erg mooi. Die wil ik zelf ook wel hebben. Ik gebruik nu nog steeds het leopard hoesje. Die we dus ook nog steeds verkopen. Die waren echt best selling. Deze. Maar ik wil eigenlijk nu misschien wel over naar deze. Want ik vind hem zo leuk. Echt super cute. We hebben weer allemaal nieuwe dingen aangevuld. Vooral heel erg de sterretjes oorbellen en zo. Die zijn heel populair. Oké, jongens, even een zooi. Ik wilde dus heel graag een video hiervan maken. Maar aangezien zoveel het al gedaan hebben, hield het me gewoon steeds tegen. Dus ik ga het nu gewoon in mijn vlog doen. Hij kost 71,38, maar ik zag hem nu al met best wel vaak met korting verkrijgbaar. Ik heb hem toen ook zelf met korting gekocht voor €50. En dat vond ik echt heel erg leuk. Het is nu dus 4 december, dus ik ga even 4 vakjes openmaken. Want iedereen heeft het al gedaan. Huh, is er ook een achterkant of zo? Want ik zie 1 niet. Oh. Grappig, dat ziet er wel vrolijk uit, maar wel chic of zo. Nee, dit is mijn lipstick. Ik weet dat deze wel heel erg fijn zijn. Ik zoom even niet goed in hoor. Oh, de Chubby Sticks. Ja, hij is wel donker voor mij, maar deze zijn echt wel heel erg chill. Ik vind, eigenlijk gebruik ik alles altijd wat in zo'n Clinique kalender zit. Ik vind Clinique gewoon een heel fijn merk. Dit is de Pepstart Eye Cream. Heel chill. Dat kan ik echt heel erg goed gebruiken nu. En hoe gaat dit open? Oh. Al die scrunchies. De. Het. Potlood. Het potlood. Dit is een Black Diamond Cream Shaper for Eyes. Oké, een soort potlood gebruik ik niet. Maar het is altijd leuk om mijn cadeautjes te verwerken. En 4. Oeh, deze is zo chill. Is dit Take the Day Off? Ja, die is echt heel chill. Dus heb ik al eerder als mini gehad. Heel lekker om hier je waterproof make-up mee af te halen. Oké, vet leuk. Het doet me echt denken aan chocolaatjes kalenders. Ja, zie je, dit is toch vet leuk. Echt groot. Maar, hoe krijg je het eruit? Oh ja. Ja, dit is leuk hè, Bobs. Maar was dit een highlighter of zo wat ik zag? Ah. Ja, dat vind ik zo cool dit. Dit soort verpakkingen zijn echt goals. De Balm heeft dit ook. Lily Pore Pop & Rock Highlighter. Dit is gewoon niet eens een mini gevoel meer. Dit is gewoon ideaal juist, dit formaatje. Vet blij mee. Als het allemaal zulke verpakkingen zijn. Bobby, als je op de kalender loopt, dan scheurt die. 14 is nu al open. Bob. 2. Oh, dit is gewoon op volgorde. 1, 2, 3, 4. Wat vinden jullie leuk? Als je moet zoeken of als het gewoon op volgorde is? Ik vind het op zich wel chill op volgorde. Oeh, dit is echt tot nu toe een hele chille kalender. Maar ja, wat is er niet leuk van niks? De Soft Matte Lip Cream in de kleur Nantes. Die ken ik niet.
Metallic. Wow. Dat is echt een kleur die ik zou dragen. Nummer 3 is een suède, denk ik. Of een lingerie. Volgens mij is het een suède. Rood draag ik niet echt, maar alsnog wel echt superleuk. Ja, de Liquid Suede Cream Lipstick. Een rode kleur. En de laatste. Dat zijn nu echt allemaal. Oeh, weer zo'n... Tof. Het zijn dus echt wel hele toffe verpakkingen. Ideaal. Weer een highlighter in kleur Cinnamon Spice. Oef. Is dit een mooie cinnamon kleur? Wow. Gaaf, jongens. Oh my god, ik kan niet wachten. Ik wil het echt niet elke dag één vakje openmaken, maar het moet. Mega leuke goodies nu al. Dit vind ik echt heel leuk. Hallo. Ik heb een masker op die ik best wel lang geleden heb gekocht. Maar het is echt voor heel grote gezichten heel goed. Want ik heb niet een heel klein gezicht of zo, maar er blijft zoveel lappen over. Die hier nog heb ik allemaal dubbel gevouwen. Dit is, heb ik bij de DM gekocht, denk ik. Het voelt als voor puistjes. Poreo Refinement. 15 minuten maar. Oké. Ja, dat je het ook niet echt langer moet doen, want het is echt zo'n heftige. Lekker dat er ook niks op je neus zit of zo. Daar heb ik juist poreo. Goedemorgen jongens, ik heb vandaag hetzelfde aan. Mijn huid is trouwens weer ietsjes beter gelukkig als gisteren. Het is gewoon chill, het valt toch niet op als je hetzelfde aan hebt. Zelfde ketting nog even om. Ik heb deze in. Super leuk staat het. Omdat ik nu wat andere sieraden erbij heb, is het dan toch, of wat extra, is het toch minder saai. Ik had eigenlijk heel veel tijd besteed weer aan mijn eten voorbereiden en zo, dus chill. Dit is dan de look. Grappig, want ik hou dus echt niet van all black, maar doordat dit een ander stofje is, vind ik het wel leuk. En door die schoenen en door de dingen erbij. Time to go, het is vandaag Sinterklaas. Hallo jongens, wat heb ik vandaag nog niks gefilmd? Oh, ik mag iedereen filmen, wat oma. Het is heel leuk, het is dus Sinterklaas. En opa en oma kwamen vorige week met het idee met alle kleinkinderen uit eten te gaan. En Olivier nam ook zijn vriendin mee, dus heb ik ook weer meegenomen. Maar verder gewoon alleen de kleinkinderen. Dit is mijn nichtje Maaike. Dit is opa Dick. Dit is Guus. Dit is Susanna. Dit is Melissa. Olivier. Oma, wil niet op beeld. En Ruben. We zitten dus aan een hele mooie tafel. Ik heb weer deze trui gedaan. Ja. En ik was wel erg moe, maar ik heb gelukkig thuis nog kunnen opfrissen, dus dat is heel erg chill. Maar het is heel lang. Nou trouwens, mijn opzicht is vet lekker. We hebben, oh ja, je hebt met flits. Kokkies met zwarte rijst en nog een soort van sausje als voorgerechtje. Kijk wat Ruben heeft. Hertog carpaccio. Gezellig jongens. Oh, de kokkies zien er goed uit. Ja, ze zien er heel lekker uit. Op een bedje van grind. Dit is risotto zwarte nero. Dit is mijn opa. Mijn opa Boeik uit Zandvoort. Nou, Boeik eigenlijk. Opa was het. Weet ik niet. Oh, daar. Die oorbellen. Zijn die van Comois? Zeg maar ja. Ja. Jongens, zo lekker. Dit heb ik echt een eeuw niet gegeten in een restaurant. Kijk. Dit is tonijnsteak en hij is gewoon nog best wel rauw van binnen. Oeh, lekker. Ja, dat was hem. Al beter met het licht. Grappig, want ik lijk kaal. Zie je dat? Zie ik goede kwaliteit. Hé, hey, kijk die highlighter. Oh. Ja, highlighter is groot zelf heel mooi. Chill. Dit is mijn kaas. Met filmen? Ja. Even opa filmen die zijn toetje eet. Hoe heet dit witte ijs ook weer? Het is toch mascarpone? Oh ja, mascarpone. Heerlijk. Mm. Lekker. Ik dacht dat ik geen toetje nemen, maar het ziet er zo lekker uit. Dus ik mag van opa mee eten. Oh. Goeie posten voor jou. Mag ik jou, Bram? Echt. Wow, aardig. Vind je dat niet lekker? Oh, wat een liefde. We gaan wel drank hier. Nee, ik kan Ruben vastleggen. Hij is heel grappig, maar ik ben te laat. Hij kijkt zo schattig altijd. Hij is zo schattig. Ik kan het niet doen. Nee. Maar volgende keer. Ben! Je hebt een kleinzellig. Kunnen Ben niet mogen doen? Kijk, hier lopen mijn vrienden. Ik loop mijn bijdrage vanuit Amsterdam. Oh, kijk hoe schattig. Ik meen het, doe het echt morgenochtend. Ja, Mike. Jongens. Jongens. Dit is ook een restaurant. Jongens. Jongens.
Wat vonden we van de avond? Moet hier, Mike, wat vonden we van de avond? Leuk. Heel leuk, hè? Rupje. Ik vind het beeld. Rupje. Bobby. Jeetje, hij ziet dat ik dit ga doen, hij wordt helemaal dol. Bobby. Kom jij maar hier. Oké, jongens, het is vandaag donderdag, het is mijn vrije dag, maar ik ga heel weinig filmen vandaag, want vandaag staat de hele dag in het teken van dat wat ik nog ga vertellen. Ik ga weer even een paar vakjes openmaken. Het is nu 6 december. Ik doe er wel even 3, ook die van morgen. Oeh, wat is dit? Deze ken ik niet. De Intense Butter Gloss. Gaaf. Wel een kleur die ik niet echt draag, maar het ziet er wel heel cool uit. Oh, dit draag ik ook niet. Deze vind ik altijd wat goedkoper uitzien ofzo. Die van NYX. De matte lipstick. Deze kleur draag ik ook niet. Maar ik heb een enorme bak met... Ik heb niet zo heel veel spullen om weg te geven. Maar wat ik wel heel veel heb zijn lipstickjes. Dit is een hele mooie kleur. Deze ken ik niet. Oeh. Oh. Dit vind ik... Oh, hij is denk ik net te paars. Als hij echt precies zo was als op de verpakking. Kijk, hij is net een beetje paars. Zeg maar. Ik hou heel erg van die oud roze tintjes. Wel heel leuk. Die ga ik zeker wel gebruiken. Oké, dat waren 3 vakjes van NYX. Oeh. Ik hou zo van Clinique, jongens. Wat is dit? Repair Wear Laser Focus. Wrinkle Correcting. Hoi, Wrinkle Correcting Eye Cream. Oh, nog een oogcreme. Nou, lekker. 6. Oh, die zit er echt elk jaar in. Ik weet niet waarom ze dit doen. Die zit er echt elk jaar in. Deze heb ik volgens mij toen weggegeven. Het is wel best wel een mooie blush. En ik draag ook echt blush. Dus misschien... Nou, ik heb al heel veel al. Even kijken wat ik daarmee ga doen. En 7. Een kwast zeker. Het is wel altijd hetzelfde hoor. Deze zat er ook al in vorig jaar. Of was het vorig jaar of jaar ervoor? Precies deze kwast. Nou, dit waren de goodies van deze keer. Bobby, wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Hallo. Wat ga je allemaal doen, jongen? Nou, ik ga me opmaken. Want het is echt trouwens heel erg vroeg nog. Het is 9:00. Maar de dag gaat heel veel werk zijn. En Noah? Ja? Noah vindt het niet zo leuk wat het is. Jongens, wow. Ik had bijna een ongeluk. Oh, ik moet echt huilen. Gewoon, ik tril helemaal. Mijn hart. Wow. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ik zo dichtbij... was zeg maar gewoon dat ik had echt, oh, ik ga naar de Maxis, wow, wie dat kent, halleluja, ik kan echt niet stoppen met trillen. Ik reed met 60 door de bocht, wat ik altijd doe, auto voor me rijdt ook gewoon met 60 door de bocht. En het is dus best wel nat op de weg, het regent helemaal nauwelijks, maar het is heel nat en ik slipte, holy shit, het was zo eng. En ik verloor dus controle. En mijn auto ging echt helemaal zo. En hier stond een paal. Oh mijn god, dit is echt een trauma gewoon. Hier stond een paal. En ik rijd gewoon recht op die paal af met 60 km per uur. En mijn stuur, ik draai aan mijn stuur en mijn stuur deed gewoon niks. Ik had natuurlijk gewoon kunnen remmen. Maar dat is ook gevaarlijk misschien. Dus ik alleen maar aan mijn stuur trekken. En net, echt net een paar, 2 meter voor die paal denk ik. Nog een keer aan mijn stuur getrokken en rijd ik naar links. Helemaal links. Er was gelukkig gras. Weer helemaal slingeren. En toen had ik weer controle over de weg. Ik moet echt kotsen. Dit is echt zo traumatisch. Ik wil echt janken keihard. Maar ik kan niet, want ik moet echt heel snel door. Dit is zo eng. Ik heb dit nooit meegemaakt. Ik ga echt nooit meer zo hard door de bocht rijden. Oh, ik ben echt in shock, merk ik. Ik hoop dat ik me snel herstel. Want ik kan hier echt... heel erg down van blijven, denk ik. Misschien denk je nu dat ik me aanstel, maar het was echt heel heftig. Ik had echt een heel erg ongeluk kunnen hebben en vol op die paal kunnen rijden. Beeldje in, je ziet die paal. Je trekt, er gebeurt niks. Je rijdt door en je denkt, oh mijn god, ik ga hem raken. En net op het laatste moment kan je nog een slinger geven, omdat er misschien daar net iets droog was op de weg of zo. Oké, nou, ik ben er bij de Maxi en ik moet even wat dingetjes halen. Hey jongens, echt niks gefilmd. Het is heel veel gefilmd, maar allemaal voor de speciale vlog die online komt. 10:30 net thuis, helemaal gesloopt. Maar dat horen jullie nog. Oké, het is heel vroeg in de ochtend. Ik ga zo naar de IKEA. Maar dit is tot nu toe de stapel met de sterrenbodies die ik heb ingepakt. Is dit normaal?
En we zijn er nog lang niet. Oké, jongens, Rups is op school. Ik heb 3 uur over de orders gedaan. Goed dat ik vroeg ben begonnen. Hele tas vol. Met allemaal zakken en een doos. Hier helemaal vol. Dit moet mee. Dit moet mee. En nu even de sleutel zoeken. Jongens, ik ben de hele dag weer bezig met iets wat jullie nog gaan horen. En tussendoor ga ik nu even wat sushi eten. Dus ik denk, hey, dan hebben jullie weer even wat om naar te kijken. Dus dat ga ik nu doen. Het zit wel een beetje krap. Weer even lekker sushi eten. Ik ga even beginnen met de handrolls. Super lekker. Beeld is niet goed, maar ja, het is maar een vlog. Zo lekker. Oh, heel veel aan het sjouwen en zo. Dus dit vind ik erg lekker. Gisteren vooral heel veel. Dat was ik echt lichamelijk echt moe. Oh, knapperig. Horen jullie het? Oh, wat lekker. En ja, ik weet nu al dat het heel lekker gaat zijn. Mm. Net gemaakt. Net. Ik ga nu trouwens naar de IKEA. En dat is 4 uur. Ik wil eerst bij IKEA eten, maar ik moest tanken. En toen lag ik pas best wel dicht hierbij. Toen dacht ik moet sociale. Dat denk ik, morgen komt Lotte dus. En waar wij afspreken, daaraan kunnen jullie al zien wat dus hetgeen is wat jullie dus niet weten nog. Maar als haar vlog online komt, heb ik het denk ik nog niet verteld. Maar ja, dat wordt een beetje lastig. Maar niet de moeilijkste daarin. Het is ook geen geheim, het is meer dat ik het nog even goed moet vertellen. Ik denk dat die vlog misschien 2 dagen na deze wel al online komt. Ik kan het ook gewoon zo vertellen, maar ik weet niet, het voelt raar. Ik ben benieuwd of mensen al enig idee hebben waar het over gaat. Ik denk het nu. Misschien is het wel het moment om te vertellen. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Het is zo moeilijk omdat ik het niet wil dat het verkeerd overkomt. Sexy. Vandaag ben ik heel moe. Ik zeg natuurlijk heel vaak dat ik moe ben. Maar ik was zeg maar niet moe. Maar door emotiedingen, en ik denk dat jullie wel kunnen raden, misschien waar het over gaat, half. Maar ik natuurlijk een verlofdag heb, een dag van mijn werk gekregen. En dus bezig ben en nu even sushi eet en dan weer bezig ben. Het kan maar weinig zijn, denk ik. Wat ik stom vind, er is wel eens een YouTuber geweest die ook niet vertelde wat er aan de hand was, zeg maar. Toen dacht ik, dat vind ik echt irritant, want ik ging elke vlog was ik benieuwd wat er nou was. Toen dacht ik echt van, doe niet zo vervelend, zeg het gewoon, want waarom vertel je het niet gewoon? Dat wil ik dus niet doen, maar ik snap die persoon dus ergens wel. Want je wilt gewoon even vertellen op een moment dat je het echt even goed kan vertellen. Of zoiets. Wat een weer, jongens. Wat een weer. Niet normaal. Ik heb even heel weinig make-up op, hoor. Het is grappig, als ik zo zit lijkt het alsof ik geen oogkleur heb. Ik heb echt zin om Lotte morgen weer te zien. We balen allebei een beetje, want... Wacht even. We zijn zeg maar allebei heel blij met dat we best wel een goede vriendschap aan het opbouwen zijn. En eerst appten we echt elke dag, maar zij is nu heel druk met december is YouTube gewoon heel druk. Ik ben dus ook iemand die in december gewoon heel weinig YouTube kijkt, want ik word gek van al die vlogmas dingen. Volgens mij ben ik de enige die dat vindt. Maar zij is daar heel druk mee. En ik ben dus druk met dat ene. Toen zei ze vanochtend, of gisteravond, van ik kan morgen. Toen dacht ik, yes. Leuk.
Want ik ben... Ik wil heel graag naar haar toe. Maar deze week, dat snapte ze ook, wil ik nog heel even hier zijn. Omdat ik dus bezig ben met dat ene. En ik kan ze ook eventjes naar dat ene komen. Met dat ene betrokken zijn. Het grappige is dat ik helemaal geen moeite heb met dit soort dingen te delen. Ik heb er echt geen moeite mee om mijn leven te delen. Maar als het niet alleen over jezelf gaat, iets... Dan moet je gewoon even goed nadenken hoe je dingen deelt. Dat is gewoon zo. Want dit is helemaal niet mij om zo geheimzinnig te doen en zo. Dat zijn jullie ook niet van mij gewend. 95% van mijn vlogs denk ik niet eens na. Het is niet dat ik niet nadenk, maar zeg ik gewoon wat in me opkomt. Dat weten jullie ook. Het is niet gemaakt of van tevoren bedacht. Zelfs zitvideo's denk ik niet eens over na van tevoren hoe ik het ga doen. Zo ben ik gewoon niet. Ik moet altijd nog iets eruit knippen. Dat doe ik ook heel weinig. Maar ik kan van mezelf natuurlijk weten precies. Ik ben gewoon een mens. Ik bedoel, in het dagelijks leven ben ik ook zo. Dus het is niet dat ik maar gewoon alles zeg. Maar ik weet niet van tevoren wat ik ga zeggen. Ik weet nu niet wat ik ga zeggen. Jullie wel? Er zijn dus mensen die dat wel weten. Ik snap dat niet. Ik weet nu niet wat ik ga vertellen. Ik denk niet eerst na, dan ga ik het vertellen. Maar ik ben ook niet echt een flap uit. Misschien praat ik daarom zo snel. Dat ik gewoon in één keer... Zodra het in mijn hersenen komt, wat ik ga zeggen, zeg ik het ook. Ik ga niet eerst denken... Ik ga het maar vertellen. Behalve als ik dus moeilijk nieuws moet vertellen of iets speciaals of zo, zoals dus dat ene. En toen had ik ineens heel veel sushi op. Ben jij trouwens iemand die meegaat met trends en zo? Dan bedoel ik niet echt kledingtrends, maar qua doen en laten trends. Bijvoorbeeld, hè? Black Friday. Ik dacht echt, nee, daar ga ik gewoon niet mee meedoen. Want ik wil niet zoals iedereen altijd maar hetzelfde doen. Maar toen dacht ik in het weekend, ja, Cyber Monday wil ik eigenlijk wel doen, want Cyber Monday is speciaal voor online. En iedereen is echt aan het uitkijken naar sale dingen. Iedereen zit in zijn shopping modus, dus waarom doe ik niet mee, weet je wel? Dat was ook echt een succes. Soms moet je gewoon niet erg je eigen ding willen doen, maar gewoon meegaan. En bijvoorbeeld Vlogmas. Ik denk dan, ja, iedereen plaatst ineens... Niet normaal veel video's. Gewoon elke dag een video in december. Hoe gaan mensen het ooit allemaal kunnen kijken? Dan denk ik, als ik tijd had. Dat is een idee dus, wat ik zou doen. Zou ik lekker in januari dat gaan doen. Als iedereen moet afkicken van... Oh, die video's die er niet meer zijn. Want in januari heb je ineens niks meer. Of van 5-7 in de week naar 2 of 3 of 1. Dat lijkt me best lastig. Plus, je hebt natuurlijk wel de kerstvakantie. Dus dan heb je misschien meer tijd om te kijken. Maar ja... Daarvan heb je ook oud en nieuw, kerst. Wanneer iedereen heel druk is. In december heb je Sinterklaas. December is bij mij echt de drukste maand ever. Zoveel jaar samen met Rub. Verjaardag van mijn moeder, verjaardag van Rubens moeder. Voor mij is het dan extra druk, maar voor heel veel mensen is december druk. Dus dan denk ik, waarom in december? Omdat het dan gezellig is, oké, maar doe het dan in januari. Zo denk ik dan. Maar aan de andere kant... Loopt Vlogmas bij iedereen heel goed. En doen ze het echt wel met de reden. Want je verdient heel veel in december. Maar dan krijg je veel meer advertentieinkomsten. Plus, je hebt echt van die Vlogmas verslaafde mensen. Die echt gewoon al die Vlogmas dingen gaan kijken. En je krijgt er heel veel nieuwe abonnees bij. Dus het is heel slim om te doen eigenlijk. En soms moet je gewoon misschien wel gewoon meedoen. Ik heb er nu ook te weinig tijd voor hoor, denk ik. Maar alsnog, ook hiervoor heb ik het nooit gedaan. Ja. Ik ben benieuwd hoe jullie daar staan. Ik heb alles op. Ik heb echt niet normaal zoveel gegeten. Lekker. Nou. Deze gooi ik zo weg bij de IKEA. Wifi code. Hoppa. En weer door. Nou, met die verlofdag ben ik wel erg blij. Want anders had ik het echt niet echt gered. Deze sexy dame gaat er weer vandoor.
Nu ben ik met Lot. Hallo. Hallo. En we hebben net frituur gehad om geen mukbang mee te maken. Hey, nee. Deze is er ook weer. Leuk. Wat? Deze. Oh, je spekkie. Ja, mijn spekkie. Jij valt uit. Nee, hij maakt foto's. De timelapse? Ja. Kan ik dat ook? Weet ik niet of jij dat kan. Jij hebt Sony, dus dan weet ik niet hoe dat moet. Huh? Moet ik even mijn haar fixen nog? Nee, we gaan nu eten. Oké, okay, lekker. Ik dacht het ook gewoon curry. Ik eet altijd de saus mee met de mensen. Oh, dus jij hebt zonder geluid en ik met. Dat is wel grappig. Ja. Oh, jij met? Ja, want ik heb een hele korte vlog, dus ik doe gewoon even een mukbangetje erin. Misschien. Oh ja, dat kan wel. Zou ik gewoon even iets erbij halen? Wil jij het doen? Ik zit nee. Dag. Ik doe het wel zelf, maar dan knoei ik misschien wel. Maar op de tafel is het niet zo erg, toch? Nee. Oh, jij is met kruiden erop. Eww, nou zit er kruiden op? Nee, toch? Ja, kijk. Dat heb ik niet. Dat is maar op één. Maar we doen toch gewoon nasty, gewoon dit hierin gooien? Ja, op mijn best. Of niet? Dit is echt zeker veel saus. Ja, maar dat is wel comfort food. Niet normaal. To the max. Oh ja. Vergeet die steeds. Lekker. Ik ben benieuwd of je van het cadeautje vindt. Ik ook. Het kan hier nu nog niet. Huh? Maar misschien kan het überhaupt niet. Huh? Nee, niet strak. Snap ik niet. Ik vind cadeautjes altijd heel spannend. Ik vind het dus bij jou ook heel spannend wat jij ervan vindt. Dat vind ik echt niet leuk, want ik zei nog met mustard. Dit is denk ik de normale. Nee, dit is de groente. Ik ben echt heel benieuwd. Maar ik vind het niet zo leuk. Heb ik ook zonder mosterd? Ja, ik zei echt nog met mosterd. Maar ik vind het veel minder lekker zonder mosterd. Echt veel. Ik doe er gewoon mayo op dan. Zat het niet in dat tasje? Nee. Weet ik niet. Oké, okay, ik ga het opeten. Huh? Het kan hier nu nog niet. Nee. Huh? Maar eigenlijk vrijwel alles is er al. Is het voor de badkamer? Ik ga verder niks zeggen. Wel. Nee. Nou. Ik vind het ook zo spannend bij jou of jij het dan leuk vindt of niet. Mijn gezicht is te duidelijk. Ja, maar jij bent, zien. Ja, jij bent ook gewoon super eerlijk. Als jij het niet leuk vindt, dan zeg je het ook gewoon. Ik vind cadeautjes openmaken op een verjaardag, als iedereen kijkt, echt verschrikkelijk. Soms krijg je iets wat je bijvoorbeeld hebt of zo, weet je wel. En dan ben ik heel dankbaar, maar dan zien ze aan mijn gezicht dat ik dan iets denk. Zou ik altijd leuk vind. Nog niks verbloemen. Nee, stom is dat. Jij wel, hè? Ja. Echt chill. Lekker. Ja. Ze zijn niet zo heel sterk, gelukkig. Mm. Maar dit is echt veel minder lekker zonder saus. Ja. Curry erbij dan? Ja, ik doe denk ik gewoon mosterd erop. Is er niet? Er is geen mosterd. Nee, ik bedoel. Mayo. Hallo jongens van de vlog. Hi. Kan ik dit hier indippen nu? Ja, want ik heb hier niet... Oh ja, nee, dat is vies. Ik doe alweer dit. Oké, jongens. Ja, het is al 4:30. Lot gaat nu weg bij het station. En ik wou met Rup naar Ikea, maar hij heeft dus iets, een aandoening aan zijn ogen ineens dat hij zijn ogen niet meer open kan doen. Het is helemaal rood. Zijn hele pupil is ook rood. Is het een allergische reactie of zo? Dood oh, is het in zijn ogen? Nee, de hele rand om zijn kleur is rood en alle aders. Helemaal vol rood. Eww, maar daar moet hij echt mee naar de dokter. Ja. Dat is echt niet goed hoor. Ja, dat is wel waar. Zielig, hè? Ja, heeft hij iets van pink eye of zo? Moet je maar eens googlen. Oh. Oké, jij moet gaan. Wow, sport zie je? 6. Hoe lang hebben we erover gereden? 6 minuten. Ja, dan ben ik heel vroeg. Heel vroeg? Ja, ik moet wel richting Hoofddorp. Dat is hem gewoon. Ja, nou, tot ziens. Hij vertrekt soms ook een minuut te vroeg. Oké, ik ga. Pink eye is gewoon paars. Oeh. Ja. Nou, ik ga. Doei. Doei. Mwah. Wel, maar echt graag op de mond zoenen, dat merkte ik. Ja. Stiekem val ik ook op vrouwen. Doei! Doei Lot! Hopelijk tot snel. Thanks voor je cadeautje. Oh ja, graag gedaan. Tot ziens. Doei! En je hulp! Goedemorgen jongens, ik heb best wel uitgeslapen. Hey, dat zie je ook wel, of niet? Ik zag er heel mooi uit, maar het valt niet mee. Rup maakte me wakker, want hij moet straks werken en hij wilde nu nog even mij helpen, dat is fijn. Ik gebruik nu steeds die kliniek prepstart onder mijn ogen, ik vind het wel fijn. En ik ga nog even vakjes openmaken, want daar heb ik zin in. Denk er even 3. Het is vandaag de 9e, maar we maken nu 8 open. Ik hoop dat het weer iets moois is. Ja. Oh, maar dat zijn wel allemaal highlighters dus, de hele tijd. Dat vind ik wel heel leuk. Oeh, een mooi roze kleurtje. Tof. Heel vet. Ik vind het ergens wel lekker dat het gewoon op volgorde zit. Wat is dit voor cools? Wow, dit heb ik echt nog nooit gezien.
This is Everything Lip Oil. Oh, dat vind ik heel chill, want ik ben echt van het glimmende op mijn lippen. En 10 van morgen doen we ook vast. Dat is eentje. Hier heb ik er heel veel van. Hier heb ik ooit een gift set van gehad. Van de... Oh, de Slip Tees. Heel heftig kleurtje hoor. Oké, dat was niks. Leuk. Oeh, dit is mijn favorite. Deze heeft Ruud mij ooit voor Valentijn gegeven. Een grote, omdat ik hem zo chill vond in de kalender. En dat was best wel heel erg duur. 10, ik zie 9 nog niet. Oeh, weer iets heel chills. Dit is denk ik weer een oogcrempje of zo. Ja, All About Eyes. Chill, er zitten heel veel oogcremes in, maar ik vind het wel heel erg lekker. Nu zoek ik dus nog naar 9. Oh, hier. Ook, oh, wacht heel even. Deze is heel chill. Deze heb ik ook. Dit is een soort van gel, maar heel voedend. Oh, ik ben echt gek hierop. Ik wil eigenlijk elk jaar een kliniekkalender, want ik vind het zulke lekkere spulletjes. En jongens, ik ga de weekvlog hierbij afsluiten. Echt heel binnenkort, misschien over een dag of 2 dagen, zullen er best wel een aantal video's deze week online komen, waarin ik het ook ga uitleggen wat er dus aan de hand is. Dus even een duimpje omhoog voor deze video als je hem leuk vond. En hou mijn kanaal zeker in de gaten voor die video's.